De herfst is de afgelopen dagen geleidelijk op gang gekomen. En ook dit weekend staat een behoorlijk wisselvallig weerbeeld op de planning. Geregeld zullen buien overtrekken en zullen we dit soort dreigende wolkenluchten zien. Maar met een beetje geluk ook een dubbele regenboog, zoals op deze foto. Door die tweede weerkaatsing in die regendruppels worden de kleuren bij de dubbele regenboog net gespiegeld. Tussen die buien door ook felle opklaringen, ruimte voor de zon. Maar die noordwestenwind die af en toe stevig doorblaast, maakt het gevoelsmatig wel wat frisser. De weersituatie van dit weekend wordt gekenmerkt door een lage drukgebied boven Scandinavië. Dat brengt veel buien met zich mee. En met een noordwestenwind worden die over de Noordzee naar ons land getransporteerd. En ten westen van ons ligt juist een hoge drukgebied met de kern boven Ierland. Maar die gaat pas op de langere termijn bepalend zijn voor ons weer. Tijdens het weekend met die noordwestelijke stroming dus geregeld buien. Vooral tijdens de nacht naar zondag een wat meer aaneengesloten gebied met buien, kan het een langere tijd wat steviger doorregenen. En ook op zondagavond zien we nog hoe die stroming vanuit het noordwesten stand houdt en hoe we ook dan nog met buien te maken hebben. Hoe ziet dat er vervolgens in de symbolen uit? Voor zaterdag hebben we dus met die noordwestelijke stroming buien die naar het zuidoosten over het land trekken. Daarbij maakt het hele land kans op buien. En die buien kunnen elkaar soms ook in rap tempo opvolgen, met tussendoor dus ook die opklaringen en ruimte voor de zon. Veel wind daarbij, matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. En vooral in het noordwestelijk kustgebied, op de Waddeneilanden en ook in de buurt van Den Helder, kan af en toe wel een harde wind bereikt worden, windkracht 7. Bij die buien af en toe ook kans op een klap onweer, hagel. En de temperatuur is daarbij ook aan de lage kant voor de tijd van het jaar, met zo'n 15 of 16 graden. Zondag verandert er eigenlijk heel weinig aan dat weerbeeld. We blijven met die buien te maken houden. Opnieuw veel wind uit het noordwesten en ook de temperatuur verandert nauwelijks, zo rond de 15 graden. Als de zon even een tijdje wat langer doorbreekt, kan het misschien in het zuiden vooral nog net opwarmen naar die 16 graden. Maar echt lekker warm zal het dus niet aanvoelen. Na het weekend gaat dat hoge drukgebied, wat nu nog boven Ierland ligt, geleidelijk meer naar het oosten verplaatsen. Levert bij ons een wat rustiger weertype op en dat vertaalt zich ook terug in een geleidelijke stijging van de temperatuur. Langzaamaan richting 20 graden, maar tot die tijd dus fris weer met talrijke buien.